Ja, ik ben dus later, op latere leeftijd blind geworden dus. Dus ik kan wel nog een beeld vormen van enkele voorwerpen. Maar dat is wel totaal iets anders tegenover dat er iemand blind geboren is. Die kan daar helemaal geen beeld van vormen. En die missen dat ook niet. Dus voor hun is dat totaal iets alleen nutteloos. Dus die ervaring hebben die mensen eigenlijk niet daarvoor. Omdat ze dus het nooit gezien hebben. Maar ik zelf kan nog wel een beeld vormen van bomen of straten of voorwerpen die ik vroeger wel gezien heb. Wij kijken eigenlijk met onze handen. Dus de handen inderdaad, die vervangen eigenlijk de ogen.